Nou, het meest historische moment was de dag dat ik aftrad als CBW-directeur. Ik moet heel ver terugdenken, want dat is heel lang geleden hoor. Niet excuseerde CBW tot een nieuwe organisatie in retail. En daarmee legden we de basis voor verdere ontwikkeling en versterking van de belangenbehartiging voor de ondernemers. Actuele zaken. Dat daar toch, hoe kun je heel goed je voorraad in de stand houden? Hoe kun je gebruik maken van fabrikanten? Dat je meer moet specialiseren, doorverkoop over de artikelen, hoe die verkocht worden, maar ook met name specialisatie. Het retaillandschap is natuurlijk gigantisch veranderd door de vele fast fashion ketens die erbij gekomen zijn. Heel veel buitenlandse ketens, heel veel grote winkels. In die tijd gingen we nog om de 5 jaar een winkel veranderen en opnieuw inrichten. Ja, dat is allemaal wel een beetje veranderd. Het is als zelfstandig ondernemer complexer geworden als je vergelijkt met 10 jaar geleden. Om je heen gebeurt zo verschrikkelijk veel. Maar ik vind dat een winkel, die moet niet stil blijven zitten. De consument die zorgt aan zijn spullen te komen, waar ook en hoe ook. Maar is niet meer alleen afhankelijk van de winkel. En dat is een enorme verandering in het landschap. De gouden tip voor de retailer van vandaag is kijk om je heen en werk samen met elkaar. Kijk, als er straks maar 10 zaken nodig zijn en er zijn er 100, je zal daarop moeten reflecteren. Maar je moet heel duidelijk een concept hebben, heel duidelijk iets hebben wat men wil hebben. En zorg dat je verder specialiseert, anders kun je niet overleven. Samen maak je een stad een winkelgebied. Ik wens in retail dat ze om zich heen blijven kijken en dat ze heel goed blijven luisteren naar de ondernemer. Nou ja, dat ze nog 100 jaar blijven bestaan. Inspiratie wens ik toe, maar ook veel overleg met de branche, dat ze weten wat in zo'n branche afspeelt. Zodat we ook nog kunnen groeien, zowel in branches als in ledental. En dat daarbij ook medewerkers van in retail evenzeer gelukkig zullen worden als de ondernemers die ze helpen.